Gisteravond kwam ik aan in Nuenen. Mijn gereedschap en studies en dergelijke had ik ingepakt en naar hier gestuurd. Ik hoop dat het me lukt hier wat te vorderen. Mijn naam is Simone van der Heijden, directeur van de stichting Vergogh Village Nuenen. Wij zijn nu in het Vergogh Museum in Zandt. We zitten eigenlijk op het buitenterras van het museum. En wat Nuenen zo bijzonder maakt is dat Nuenen eigenlijk een openluchtmuseum van Vergogh is. En dat betekent een uniek stukje cultureel erfgoed. Er is niet één plek op de wereld waar je nog zoveel gebouwen en landschappen kunt zien die Vergogh geschilderd heeft. Die je zelf dus kunt beleven, kunt ervaren. Je kunt dat met een gids doen, je kunt dat zelf doen. Bij iedere locatie staat een informatiezuil in meerdere talen. Je krijgt daar audio mee. En mensen gaan dat dus eigenlijk zelf beleven. Treden echt zelf in zijn voetsporen. Ondertussen komen de mensen van over de hele wereld naar Nuenen. Omdat Vergogh toch zo'n icoon is om dit te bezoeken. En zelf dus te ervaren hoe Vergogh geleefd en gewerkt heeft. En al die locaties te zien. Ja, dat huis hier is het Domineeshuis. Dat is de plek waar Vergogh zijn ouders woonden en waar hij thuis kwam in Nuenen toen hij hier kwam wonen. In Brabant werken we als alle Vergogh-locaties samen in de vorm van Vergogh Brabant. Daarnaast zijn we pas gestart met Vergogh Europe. Dat is een samenwerking met Vergogh Museum, Krullenmuller Museum, maar ook andere partijen in België en Frankrijk. Om met name de internationale marketing op te pakken. Ik denk dat de rol van de provincie met name belangrijk kan zijn om samenwerking te faciliteren. Dat partijen gezamenlijk Brabant gaan uitzetten met grote namen. Waarin iedereen kan meeliften, maar je moet ergens mee binnenkomen. En dat zijn toch een paar grote namen die je daarin kunt gebruiken. Zoals Vergogh, en Efteling, Jeroen Bos. Dat je die gebruikt en dat de provincie met name faciliteert. En ja, het zou natuurlijk ook wel positief zijn als zij daar een financieel wat willen faciliteren in zo'n samenwerking. Samenwerking die met name die internationale promotie opzet. We hebben zoveel mogelijkheden. Maar het draait naar mijn mening wel echt om samenwerken. En daar zien we echt nu de resultaten ook al van. En het Brabant waar ik van droomde, wordt zo nu en dan al een beetje werkelijkheid. Mijn oorspronkelijke plan om in Brabant te blijven, dat in duigen viel, ik moet bekennen dat me dat weer erg aantrekt. Enfin, voorlopig heb ik genoeg te doen.